Hallo, welkom iedereen in een nieuwe week, een nieuwe video, een nieuwe podcast. Waarin ik met jou de vraag ga behandelen: moet iedereen op zoek gaan naar zijn tweelingziel? Is het de bedoeling dat iedereen op zoek gaat naar zijn of haar tweelingziel? Want als dat zo is, dan is het eigenlijk wel heel gemakkelijk, omdat we dan weten waar we moeten onze energie op richten, waar we moeten gaan op focussen, wie en wel dat we wel wat kunnen gaan doen. Niet. Nu, een tijdje geleden was ik met mijn kinderen naar een film aan het kijken. En toen kwam het concept tweelingziel, of eigenlijk eerder tweelingvlammen, want dat is een term dat ze wel kennen, kwam ter sprake. En terwijl we erover bezig waren, opperde eigenlijk dat het heel eenvoudig zou zijn als we de volgende keer, als we op aarde geboren worden of ergens anders geboren worden, dat we eigenlijk geboren worden met een zichtbare tatoeage op, liefst op onze arm. Waarom? Zodanig dat wanneer je eigenlijk dan iemand tegenkomt waar je vermoedt van die persoon is mijn ware liefde, dat je gewoon eigenlijk jouw arm kan tonen, jouw tatoeage kan naast elkaar leggen en hij kan zien van oké, we zijn een match of we zijn geen match. Waarom? Omdat die tatoeages op dat moment identiek zouden zijn, waardoor je dan heel snel een bevestiging krijgt of dat je inderdaad tijd en energie in die persoon moet investeren of niet en gewoon kan hup, naar de volgende gaan. Alleen zo werkt het niet. Toch tenminste niet op een visuele manier met die tatoeages of met brandtekens of met fysieke herkenningspunten. Maar energetisch gezien hebben we wel allemaal een blauwdruk. We hebben een soort van zielslied of je zou het kunnen noemen energetische frequentie die kan vergelijken met een tatoeage. Dus in essentie werkt het wel zo, maar het verschil ligt hem in het feit dat we dus niet eenvoudig kunnen controleren met onze fysieke ogen hoe dat het zit met met de afstamming of de gelijkenis van die tatoeage of van die code. Dus we hebben allemaal eigenlijk onze fysieke en energetische zintuigen nodig om te weten en vooral te gaan voelen wie onze goddelijke, universele, perfecte wederhelft is en wie niet. En dat maakt de reis naar ware liefde zo uitdagend. Iedereen is verslaafd aan het romantische beeld, toch de meeste vrouwen en misschien ook wel mannen, zoals dat we voorgeschoteld krijgen via de Hollywoodfilms, hè. En hierdoor ontstaan eigenlijk onrealistische beelden en nog meer onrealistische verwachtingen, waarbij dat we hulpeloos wachten tot dat iemand ons komt redden. En het liefst dan al een rijke, knappe prins op een wit paard. Niet waar? Kan ook zijn dat je een ander paard wenst. Maar wat als die knappe prins nu een zwart paard geeft? En jij, vanuit de overtuigingen en de ideeën en de patronen die je hebt of dat je geleerd hebt, enkel degene toelaat in je leven die een wit paard hebben. Liefde en relaties zoals dat we ze tot nu toe gekend hebben, zijn gevormd en gebaseerd op voorwaarden en condities. Dus eigenlijk voorwaardelijke liefde en geen onvoorwaardelijke ware liefde. Dus tot nu toe hebben we altijd het gekende referentiekader gebruikt om eigenlijk onze relaties aan te meten. Om te weten of dat iemand ons waard is of niet. Maar wat als je ware liefde net buiten dat referentiekader valt, zodanig dat je net heel veel zaken kan gaan leren? Wat als je gaat beseffen dat de relaties in eerste instantie er zijn voor je zielsgroei? Dus wat dat betekent dat elke soulmate-relatie, of dat nu een karmische relatie is, tweelingziel, tweelingvlam, dus of een soulmate, maakt niet uit. Als je beseft dat die allemaal in eerste instantie hetzelfde doel hebben, namelijk zielsgroei, dan maakt het op zich niet uit wie die andere ziel is in termen van jullie zielsband. Want het gaat altijd over wat die andere ziel jou komt leren en wat dat jij omgekeerd die andere ziel leert. En dan komen we op het punt waarin dat we spreken over de wet van resonantie. Zo binnen, zo buiten, zo boven, zo beneden. Net daarom is het eigenlijk zinloos om actief op zoek te gaan naar je tweelingziel of je tweelingvlam. Want elke relatie die op je pad komt, heeft een hogere reden. Dus door je intuïtie te volgen en aan te kijken wat de lessen zijn in die relatie, zal je elke kans grijpen om te groeien in bewustzijn. Dus dat betekent ook, als je een aantal lessen niet geleerd hebt in één relatie en je laat die relatie los of je sluit die relatie af, dan gaat er eigenlijk iemand anders weer op je pad komen die jou net dezelfde les leert. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk met die persoon tegen dezelfde obstakels gaat aanlopen totdat je uiteindelijk de les geleerd hebt.
Bovendien, als je op zoek gaat naar jouw tweelingziel of een tweelingvlam, in de hoop dat het dan een relatie of een connectie wordt waarin dat alles moeiteloos gaat, dan ben je er aan voor de moeite. Want enerzijds, dan ga je die ook nooit vinden. En omdat het universum het jou eigenlijk enkel maar brengt wanneer je er klaar voor bent. Anderzijds vraagt dergelijke relatie nog meer om eigenlijk naar je diepe innerlijke zelf te gaan kijken. Dus in plaats van je energie en focus te richten op het zoeken naar je ideale wederhelft, zoek je eigenlijk beter liever naar je authentieke zelf. En dat betekent dus dat je ook dan je tweelingziel of tweelingvlam eigenlijk gaat aan gaan trekken in je leven, als dat de bedoeling is. Maar dat kan ook zijn dat je je tweelingziel of je tweelingvlam al je ganse leven kent. Maar je hebt die nog niet als dusdanig herkend, gewoonweg omdat jullie ziel er nog niet klaar voor is. En hoe meer dat je gaat gaan leven vanuit je ware essentie, dan ga je ook zien dat het universum personen in je leven brengt die afgestemd zijn op je nieuwe zuivere energie, dus op je hogere energie, op je hogere en je nieuwe frequentie. En dan die mensen en de situaties gaan jou dan verder ondersteunen in het ontwikkelen van jouw ziel. Dus net daarom is innerlijk werk doen, healing, je eigen schaduw aankijken, de manier om je tweelingziel of je tweelingvlam aan te trekken. Of als geen van beiden in dit leven al geïncarneerd is, dan ga je eigenlijk een soulmate aantrekken die jouwzelfde energetische frequentie hebt. Die is eigenlijk op jouwzelfde energetische frequentie trilt. Dus jullie zijn niet energetisch gezien dezelfde, maar jullie zitten wel op dezelfde frequentie. Waarom vermeld ik dat hier ook bij? Omdat meestal tweelingzielen en tweelingvlammen niet samen incarneren, als niet de bedoeling is dat ze elkaar ook ontmoeten. En hiervoor kiezen ze dan ook vaak in verschillende levens om dienst te doen als gids van elkaar. Dus is er maar één van beiden die eigenlijk incarneert en het fysieke leven aangaat, en de andere blijft als ziel. Omdat doordat jullie zielen geconnecteerd zijn, jullie op die manier ook heel veel samen als ziel ook veel leren. Nu, naarmate dat je ziel verder geëvolueerd is, zullen tweelingzielen en tweelingvlam er uiteindelijk voor kiezen om samen te incarneren. Nu, het concept tweelingzielen en tweelingvlammen is nog veel uitgebreider dan hetgeen wat ik u nu hier een stukje aanhaal. Maar als je hetgeen wat ik nu vertaald heb begrijpt en je voelt dat in je volledige lichaam, dan zit je sowieso al de goede weg. Nu, mocht je meer willen leren of lezen rond tweelingvlammen, en meer nog eigenlijk ontdekken hoe je liefde, ware, oprechte, onvoorwaardelijke liefde kan aantrekken in je leven, en dat via je eigen essentie en bewustwording, dan vertel ik je graag dat ik eigenlijk hierover een boek geschreven heb. Dat boek heet 96 Vlammen en verschijnt op aanstaande 26 maart 2021, dus dat is niet zo lang meer. En in het boek beschrijf ik onder andere het concept tweelingvlammen. Omdat ik zelf ook een tweelingvlam ben en omdat mijn tijd mij werd gevraagd door de gidsen en opgestegen meesters om wat helderheid rond dat concept tweelingvlammen te brengen en ook de link te leggen of uit te leggen de link met de universele vlammen. En dat zijn dan die 96 vlammen waarover of waarnaar het boek eigenlijk genoemd is. Ik vertel ook over het verschil met tweelingzielen en ik leg ook uit hoe je via je eigen zielsgroei de ware liefde kan aantrekken in je leven. Ja, zo overlopen bijvoorbeeld ook de verschillende fasen in het proces van bewustwording en verschillende vragen dat klanten mij gesteld hebben rond het concept tweelingvlammen, rond relaties in de nieuwe tijd en nog zoveel meer. Nu, heb je interesse, dan raad ik jou aan om je in te schrijven voor de inspiratiemail. Dat is eigenlijk de naam van mijn nieuwsbrief. Die ongeveer één keer per maand eruit gaat. Dus het is niet zo dat ik jouw inbox helemaal ga spammen, zeker niet. Dus maar op die manier blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes. Want aan het boek wordt ook een groepstraject gekoppeld. En, waarin dat je eigenlijk kan mee gaan groeien naar die zelfrealisatie. Waarover dat ik ook spreek in het boek. Dus dat was het voor in deze video. Vergeet je ook niet te abonneren op dit kanaal voor toekomstige video's en content die ik ga uploaden. Wat ik nog wil meegeven, ik heb ook een playlist gemaakt. Meditaties en visualisaties. Waarin dat er ook al verschillende gratis transities of visualisaties opgenomen zijn. Zodanig dat je leert werken met die 96 vlammen.
Dus je gaat dat zien. Ik ga misschien het linkje ook hier bijvoegen, zodat je de rest snel kan vinden. En verder weet hij mij ook aan volgen op verschillende andere sociale media. Ik ben bijvoorbeeld ook te vinden op Instagram, Facebook, SoundCloud en zo meer. Dus kies vooral het kanaal dat goed voelt voor jou. En dan kunnen we daar met elkaar weer gaan verbinden. En kan ik en mag ik jou weer verder inspireren. Zo, dat was het voor nu. Mocht je hulp of ondersteuning nodig hebben, weet dan ook dat je mij kan contacteren via de website. Of gewoon via een comment hier onder de video. Ik probeer op elke comment, laten staan, elke zinnige comment te reageren. Want soms wordt ook gewoon reclame vermeld en daar reageer ik dus niet op. Dus zo was het. Mocht je vragen hebben, mocht je ideeën hebben voor een nieuwe content. Of heb je vragen waar je meer duidelijkheid over wenst. En waar ik heel makkelijk een video of een podcast kan over maken. Zet dat ook gerust hieronder en dan kijk ik wat ik voor jullie kan betekenen. Zo, ik wens je een fantastische dag. Geniet van je leven. Stuur heel veel liefde in je dag in. En dan ga je die onderweg weer zelf tegenkomen. Dag!